Hello guys, it's me, Dominic from Insane Duo, and today is my first FIFA video. We're going to play some draft. Let's hope it turns out well, because I'm an average FIFA player. Please, Cristiano Ronaldo, I need you right now. Professional. That sounds reasonable. No one wants to see a semi-prof video. My kind of field, of course. Oh god. What to do? Messi is of course a good player, but in form Lewandowski. Carvajal knows. They are all out of the picture. Let's just take Messi. Oh my god. This is a pretty good start. I've made my choice. Oh. This is a little bit of a disappointment. Let's take Royce. Ooh, Vidal. Gross, Vidal, 9 goal on. No doubt about it, Vidal. De Rossi. Oh, I caught him offline. Yeah, those suck. Oh, whoa, whoa. Kaya. Philip Lewis. These are some pretty decent players. Van Dijk. Alright. Okay. Ooh. Che. Buffon, Che. Buffon is a good, yeah, he's a good keeper too, a good goalie. Oblak, Buffon. Oh, this is so hard to choose right now. Oblak, Buffon. An important player. Oh god, this is pretty crappy if you ask me, but no, I'm just cheating guys, that's so great. Go. Diarra, she's calling diarrhea. Yes. Let's take one more. Oh my god, Cristiano Ronaldo.
We've got Cristiano Ronaldo, guys. I don't give a shit anymore, just take someone. Cristiano Ronaldo. He's my favorite player. We've got our goalies. Just left back. A lot of defenders. Most important part. The defenders. Iniesta. Gareth Bale. Iniesta or Gareth Bale. Kane is also great, but I like inform Iniesta or Gareth Bale. Inform Iniesta or Gareth Bale. For fuck's sake, man. Iniesta. And now, Cavani. But we already got so much defenders. No, he's attacker. For fuck's sake, what am I saying? Cavani or Nani? Nani's way faster, but got some. He lacks on skills. Shooter. Hunter. Yes, everything is in Dutch, guys. Alright. Cavani or Nani? Brother. Well, I've got my Ronaldo, so I'm happy. People know me, know that. So, let's go for Cavani or Nani, for fuck's sake, who should I choose? Cavani, Nani, let's take Nani. Alright, let's put Ronaldo up there. We can work something out. Alright. Buffon, Europe. Coke. Let's put our Coke on the field. The Rossi is pretty slow, so Coke makes up for it. I should just quit keep calling him Coke. Varane. And to all defenders I met, midfielders, just a big mistake. I fucked up my words. We ain't got a right back, but we could get close to it. We got Ronaldo, Messi. I should put Royce on the field, but I don't know. Let's keep it like this. I don't know much about trainers. I
It's time to make some coins. Yes, we can continue. Wimbledon. I am Wimbledon. Well, I have Black Beast. I'm playing against freaking Indonesia. Couldn't it be something else? No? Alright. Boop. Oh no. That was so bad. Why you do this? Oh, this was a nice one. This was still so bad. Well, let's stop practicing. De wedstrijd van vandaag wordt van commentaar voorzien door Jurie Mulder. Yeah, en natuurlijk I even ten avond dankjewel aan Jurie. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. They shouldn't win against me. Lacazette. Slecht verdedigd hoor. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Oh, what the fuck did I just do? Maar is nu toch de bal kwijt. Nu omschakelen. Ja, leek een goede paas, maar helaas. What the fuck am I doing? This morning I was like a FIFA god. Right now I'm just fucking everything up. But stop playing the ball back to the keeper. Stupid bot. De ingreep van Messi is goed. Lacazette. Oh no. Komt hem door en nu doorgaan. Blokkeert dat schot. Dat is een hoekschop. De keeper neemt het zeker voor het onzekere. Knokt de bal weg. Come on, Iniesta. Run, old man, run. Dat is een slechte bal, zomaar over de zijlijn. En wat krijgen we dan? Een inworp dus. Indonesian guy. Iniesta. Stop losing the ball, for fuck's sake. You what, mate? Cristiano Ronaldo heeft de bal. Yes, Cristiano Ronaldo heeft de bal. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Goeie getimede slijding van de verdediger. Oké. Okay. I'm gonna... pay some more attention. Iniesta. Cristiano Ronaldo heeft hem. Een corner. For wie gaat hem nemen? Sake, mate. Just leave me the hell alone. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Right now I'm underneath average.
Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Iniesta. De sliding wordt precies op tijd ingezet. Geen overtreding derhalve. Iniesta. Messi is aanspeelbaar en de hoge bal is voor hem. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? Bruh, you serious? You serious, mate? What is this for bullshit? Pure, simply pure bullshit. Overtreding. Wow. Wat doet de scheidsrechter? It's like I'm playing against Kenneth. He always has the advantage. Messi. I don't know why. Zomaar het bal dus zit weggegeven. I'm way better than him. Yes, Kenneth. You heard that right. I'm way better than you in FIFA. Okay. Lacazette. Messi is aanspeelbaar en de hoge bal is voor hem. When you do this, dat Messi, was het einde van het balbezit. You should be the fastest player in my team, according to your stats. Wat een gevoel bij die aanname. Iniesta. Vidal. En de bal zeilt door de lucht op. Wordt dit een doelpunt? Cristiano Ronaldo op de lat. Bruh. Best live stream ever. One hit the pole, mate. Pull the trigger. In de defensie, maar nemen de tijd. Blijf kijken. Yeah, fuck off. That's not happening. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Die gaat achter. De aanvaller raakte hem voor het laatst, dus een doeltrap. Barzagli. Iniesta. Bruh. What you do, mate? Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Gaat hij het redden? No. What the fuck is this? I'm playing against a professional bot. I'm playing with Indonesia. Hitting Indonesia. I'm hitting the pole, everything. The only thing they get is good chances. What do I get? Loss of ball. Hij kan de bal voor het doel gooien en dat doet hij ook. 8. Get out of the way. Iniesta. No. And die gaat mee. It was supposed to be Messi. And hier zien we die doelpoging nog eens. It was supposed to be Messi. No. Why? De scheidsrechter fluit. No, fuck off, mate. Let me drink something really quick. Wordt dit een doelpunt? Cristiano Ronaldo! Let's retake this game. Second half. De coach gaat wisselen. Wie gaat erin komen?
De scheidsrechter is er klaar voor. We trappen af voor de tweede helft. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Nope, ja, denied. Goed gevangen. Keeper reageert prima op die voorzet. Nou, deze keeper houdt zich goed staande hoor. Bruh. Ze proberen wel op voorsprong te komen, maar vooralsnog staat het nog steeds gelijk. Mooie bal, zo de 16 in. De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. Well, this is very embarrassing. Probleemloos playing like gespeeld. Pussies. Hij kan zelf Me doorgaan, maar ook afspelen. Missing two big chances. Vidal. Okay. Come on, nou, Messi. Hij gaat schieten of You're probeert hij toch om dichterbij te komen. Come Lionel Messi ontworstelt zich aan zijn tegenstander. Over de lijn inworp. De coach wil een wisselspeler in het veld brengen. Iniesta. Goeie tackle, no. Hij heeft de bal te pakken. Terugspeelbal op de keeper. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Vidal. Deze ploeg. Vrije trap toegekend. Thank you. Oké. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Messi. Voorzet geeft kans. Christian. Die paal heeft het zwaar te verduren. No, no. Thank you. Thank you very much. Yes, thank you very much. Nou, die zit er goed in. Finally. Wat een knal. Niet nadenken, maar uithalen. Finally. Zo zien we ze graag, Jordi. Heerlijke goal. Ronaldo heeft een prachtige goal. Oh, oh, oh. Die keeper heeft nu geen kans meer. Ze openen de score in de tweede helft. Messi heeft hem. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Nope, this one but denied. Het is een inworp. De bal gaat breed. Over de lijn, ingooi. Vidal. En de bal zeilt Indeed. Door de lucht op weg naar Ronaldo. Fraai. Cristiano Ronaldo. Look at that. En daar is hij weer. This hij prikt nummer 2 erin. This is some great history, my friends. A Real Madrid player. En een Barcelona player hugging each other. Laten we die goal nog maar eens bekijken. If only that was for real. Nope, it's not.
Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Cristiano Ronaldo heeft hem. Die komt er met de bal uit. No, bruh. Why you do this? Wait, I just got... Oh, fuck's sake. The bot is playing like a cunt. Gonna lose the ball. Goeie tackle. Dit is Cristiano Ronaldo. Nou, eens kijken of iemand die bal voor het doel yes, kan gooien. Yes, was Cristiano Ronaldo. Vidal. Dat zou een verrekte spier kunnen zijn. In ieder geval heeft hij er knap last van. Wait. Who is injured? Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Geding. My Lacazette. Lacazette. I don't even know how you pronounce it. We hebben nog 2 minuten aan reguliere speeltijd. Iniesta. Lacazette. Alright, run. Run, black man. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Hij ramt de bal met zijn vuist weg. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passen zijn uitstekend. Einde wedstrijd, stand 2-0. Sorry guys, en wat hebben it's ze not so great, gespeeld so deze wedstrijd? I guess een I will enkele just keer maar in balbezit en hebben ze daar meteen van geprofiteerd. Dat is knap hoor. Ja, maar het gaat, kijk, het gaat om het resultaat, Evert, en hoe je speelt en hoeveel this balbezit je hebt en hoeveel so overtreden, hoeveel corners je hebt gekregen, maakt this allemaal niet uit. Uiteindelijk na 90 please, minuten, hoeveel punten heb je? Don't judge my FIFA skills. I just began to play FIFA again after like half a year, maybe more, even 1 year. So yeah, if you want to play against me, you can always look at my game with that. So my back set. And we could play some really nice FIFA games together. Yeah, leave a like, comment, and if you want to subscribe. I'll see you guys Cristiano Ronaldo the next time.